Deze meditatie wordt verzorgd door kandidaat Guid. Welkom bij het dagelijks woord van 21 april 2023. En we lezen weer verder in de Efezebrief, eh, vandaag vanaf het 11e vers. Dat is ook het vers wat het meest centraal zal staan in de overdenking, maar we lezen tot en met vers 14. We beginnen dus bij vers 11 vanaf, uh, van Efeze 1. En Paulus schrijft daar: In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat, dus dan komt het doel daarvan. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. En die Heilige Geest die is het onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Tot zover. Toen ik aan deze overdenking begon, heb ik herhaaldelijk zinnen getypt en met dezelfde vaart weer weggehaald. Ik vind het prachtig dat ik een keer met u mag nadenken over de gelezen versen uit Efeze 1, maar ik vind ze ook bijzonder ingewikkeld. Deze versen uit Efeze, die slechts ja, de staart vormen van een groter geheel van Efeze 1, vers 3 tot 14, die zijn zo vol, zo rijk, maar ergens ook zo ingewikkeld, dat het mij duizelde bij het lezen van de tekst. Maar ondanks dat moest ik toch een overdenking schrijven over deze verse. En dat is niet om u te entertainen, maar dat is omdat het evangelie van uw zaligheid, zoals Paulus het in vers 13 noemt, moet klinken. Want het zou zomaar kunnen dat de Heilige Geest deze krachtige verse van Paulus vandaag nog gebruikt tot uw zaligheid. Misschien worstelt u trouwens wel met vragen omtrent de zaligheid. Misschien zit u al vijftig jaar in de kerk en weet u het nog steeds allemaal niet. Zalig worden, hoe dan? Hoe kan dat? Ook voor mij. Misschien hebt u uw hart al een tijd geleden op slot gedraaid door grendels van ongeloof voor de deur te schuiven. En bent u ervan overtuigd dat de Heer na al die jaren kloppen, ja, uw deur wel zal verlaten om naar de buurman te gaan. Misschien hangt er wel een gordijn van verbittering voor de ramen van uw hart. En denkt u dat de zonne der gerechtigheid wel nooit bij u naar binnen zal schijnen? Misschien hebt u de wanden van uw hart helemaal vol behangen met, ja, met onverschilligheid, waardoor u denkt dat de Heilige Geest wel nooit ruimte zal zien om Christus u voor ogen te schilderen. En stilletjes denkt u bij uzelf zalig worden? Dat zal mij wel nooit gebeuren. als dat uw conclusie is, ja, dan ben ik bang dat u misschien uzelf wel heel goed kent, maar God veel te weinig. Want weet u, dat leren we dus uit Efeze 1. God kijkt niet naar uw of naar andermans omstandigheden als hij mensen zalig maakt. Nee, hij neemt zich dingen voor overeenkomstig de raad van zijn wil. Vers 11. Dat wil zeggen, God is met een moeilijk woord soeverein. Dat betekent dat hij doet wat hem behaagt en dat hij daarvoor niemand verantwoording verschuldigd is. Voor velen is dat een schrikbeeld. Een soevereine God, een verkiezende God. Een God die inderdaad alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Zo'n God is toch eigenlijk niets meer dan een egocentrische tiran? En dan zou u misschien die woorden gebruiken voor uzelf. Is het beeld van een soevereine en een verkiezende God misschien ook wel een afschrikwekkend struikelblok? Maar weet u wat mij opviel bij het lezen van deze versen? Dat deze versen van Paulus niet in een dogmatiek staan. Nee, ze staan in een loflied. Paulus begint zijn brief aan Efeze in vers 3 met de woorden: Gezegend zij de God en vader van onze heer Jezus Christus. En die zin die kleurt alle versen die volgen, tot en met het 14e vers. Wat betekent dat? Nou, dat betekent in elk geval dat Gods soevereiniteit, dat hij alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. En dat Gods verkiezing, dat dat voor Paulus geen, geen redenen zijn om te wanhopen, of redenen zijn om te protesteren, maar blijkbaar om hem te aanbidden. Beste luisteraar, zullen we daarom vandaag eens al onze vragen en al onze bezwaren tegen Gods soevereiniteit en Gods verkiezende genade even parkeren? Zullen we ons vandaag eens dankbaar verwonderen over deze verkiezende God? De uitverkiezing is in de Bijbel namelijk nooit een muur, maar altijd een deur. Kijk, als het aan u had gelegen, dan was u nooit zalig geworden. Met dat op slot gedraaide, dat donkere, dat misschien met onverschilligheid behangen hart van u. Maar wat een genade, het ligt niet aan u, maar aan hem. Die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. En beste moeder, mag ik u misschien bemoedigen, deze dag. Hoe hard uw kind misschien ook is weggelopen bij God vandaan, er is hoop. Want het hangt niet af van de onwil van uw aardse kind, maar het hangt af... Van de wil van uw hemelse vader. Het hangt niet af van de onwil van uw aardse kind. Maar het hangt af van de wil van uw hemelse vader. Van hen die alle dingen werkt. Overeenkomstig de raad van zijn wil. U zegt ja, maar wat is dan de wil van de vader? En hoe weet ik dan of hij ook wil dat ik of dat mijn kind zalig wordt? En ja, wat als hij dat niet wil? Wat is de wil van de Vader? Ik heb eigenlijk geen tijd om op al die vragen, die prangende vragen, antwoord te geven. En al had ik de tijd, hoe zou ik overal het antwoord op kunnen weten als het gaat over de soevereine wil van de Allerhoogste? Ik heb eigenlijk geen tijd meer om antwoord te geven op al die prangende vragen. Maar ik zou tegen u willen zeggen, pakt u thuis eens uw Bijbel erbij. En pakt u in uw andere hand eens een markeerstift. En markeert u dan in Efeze 1 de volgende woorden met mij mee. In vers 3 is dat: in Christus. Vers 4: in hem. Vers 5: door Jezus Christus. Vers 6: in de geliefde. Vers 7: in hem. Vers 10: in Christus. Vers 11: in hem. Vers 13: in hem. En tenslotte nog eens in vers 13, de tweede keer in hem. Als u wilt weten wat de wil van de Vader is met betrekking tot uw zaligheid, dan heeft u hier negen wegwijzers naar het ene antwoord. Negen verwijzingen naar hem die gezegd heeft: Zie, ik kom om uw wil te doen. Ja, want de wil van de Vader, die wordt zichtbaar in het leven en het sterven van de Zoon. Jezus Christus. En als ik naar die negen geel gemarkeerde woordgroepen in mijn Bijbel sta, hier in Efeze 1, en als ik via die gemarkeerde woorden denk aan de leidende heiland, dan is er geen haar op mijn hoofd die nog twijfelt aan de welwillendheid van de Hemelse Vader. Genade Gods, zo rijk, zo vrij, die poort staat open ook voor mij. Zullen we God danken. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van u, Here. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Wie heeft uw gedachten ooit gekend of wie is uw raadsman geweest? Of wie heeft u eerst iets gegeven om het vervolgens van u vergolden te krijgen? Nee, Heere, uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En daarom, U zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.